beetje. Een beetje. Willem heeft het wel goed gedaan. Kijk eens. Ja. Spreken we over 85 tot 87 zat hij bij de Koninklijke Marine. Nou, kijk eens. Mooie kerel zo, toch? Ja, zeker. En toen werd je ook wat sportiever. Dat was ook fijn. Ja, oh, je weet het. Je bent u kenner van het Koningshuis. Ja. U mag weten als ik dingen, want ik weet ook niet alles hoor. Als ik dingen kan aanvullen, oh gelukkig niet, zeg. We hebben een echte kenner van het Koningshuis trouwens. Een echte, die alles weet. Nee. Hij zou kunnen komen vanavond, speciaal toch? Nee. Ik weet niet, het gebouw staat hier, maar we gaan verder. Aalf, ik geef jou graag het woord en de microfoon. Hij leidt zich altijd zelf in. Jonna, ik neem u even mee naar het jaar 1985. Friesland, de Elfstedentocht. Bij Franeker, ergens in een brede bocht. Zipkema was nog aan de macht. Dus dat is een klein romantisch liedje. Het is voorbij voordat u het erg in hebt. Dus ik zeg het maar even. Ik lees het liefst over liefde, zoals op de Elfstedentocht, die na 22 jaar ook weer eens verreden mocht worden. Het was bij Franeker, ergens in een brede bocht. Dat zijn blauwe ogen, koren rond de kleine vieze vee. Denkt die stijf, maar niet bevroren, vlak voor het laat is. Nee! En hij scheurt zich aan haar armen, boos roept zij hem achterna. Poeh! Mijn kruisje is veel mooier dan dat ding van Zipkema.